vind het echt smerig. Maar gadverdamme. Je ziet, hè? Liefde gaat door de maag, hè? Goedemorgen iedereen. Hi pap. Hi mam. Dag. Ik sta nu op Schiphol. Ik heb mijn ouders op Schiphol gedropt, want die gaan even op familiebezoek in Italië. Helaas kan ik niet mee, maar ik vind het wel leuk om mijn ouders nu even te zien. Rox is nu bij mij. Oh nee, oh mam, wacht, alles valt. Oh jee, oh mijn god, alles valt. We moeten de deur open. Is er niks op de grond gevallen, pap? Nee? Oké, het ging nog goed. Ja, dus dat. Mijn ouders gaan naar Italië. En ik heb ze even gedropt. En dan ben ik weer eens op Schiphol. Alleen helaas niet voor mezelf dit keer. Nou, hebben jullie alles? Fijne reis, fijne vakantie, meer familietrip. Nou, dankjewel. Tot vrijdag. Doei. Dat zien jullie de groetjes aan Nonna. En Alberto en iedereen. Met fun, hè? Ja. Oké. Nou heb ik lekker een vet coole auto deze week. Een Volkswagen Tiguan. Ciao papa. Hey, ja. Nou zijn mijn ouders, het is nu 22:00, die zijn dus nu op tijd om in te checken. En ik rijd dus nu in die Volkswagen Tiguan en ik zelf rijd een Kia Sportage. En die is ook heel groot. Maar, sorry, het verschil van een Kia en een Volkswagen is enorm. Volkswagen rijdt zo lekker. Het zijn van die Duitse auto's, weet je wel. Die zijn gewoon super goed. En Kia is dan toch gewoon een, volgens mij Koreaans of zo. Wel top hoor. 7 jaar garantie. Maar echt, dit rijdt zoveel luxer. Dat is het gewoon. Het is gewoon echt alsof ik in een Ferrari rijd. Of in een, alsof ik in een of andere Porsche rijd. Zo voelt het. Ik vind het heel jammer dat ik niet mee kan hoor naar Italië. Maar ik heb het te druk. Ik heb te veel dingen staan in Nederland die ik niet kon wijzigen. En kon verzetten, et cetera. Deze week gaat er veel gebeuren wat het huisje betreft. Vloer wordt opgemeten, of in ieder geval de hele oppervlakte. En de vloer wordt deze week gelegd. Dus het is gewoon een week voor mij dat ik niet weg kan. En ik heb ook een paar werkdingen staan die ik echt niet kon verzetten. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik helaas niet mee kan naar mijn familie in Italië. Voor de nieuwe kijkers, want ik heb er ontzettend veel nieuwe mensen bij. Ontzettend leuk. Maar ik heb een Italiaanse vader, dus ik ben half Italiaans. En mijn hele familie, Italiaanse familie, woont ook nog daar. Mijn vader is eigenlijk de enige die naar Nederland is verhuisd ooit. Hij is naar België en toen naar Nederland. Maar echt al zijn broers en zussen, en ze zijn echt met heel veel. Dus ik heb echt heel ontzettend veel neefjes en nichtjes. En die hebben ook weer kinderen en we zijn eigenlijk zo'n gigantische familie. En die wonen allemaal in Italië, dus ik zie ze eigenlijk heel weinig. Maar goed, ik ga het wel plannen. Ik denk dat ik dan, laten we zeggen in het voorjaar, dus een beetje april, mei, dat ik dan lekker naar Italië ga. Hallo schat. Oh, volle kusjes. Hi. Hallo vriend. Heb je me gemist? Ik heb jou wel gemist. Ja, ik mis je altijd. Dan ben je weer bij mama. En het kontje. Piepel. Kom eens omdraaien dan. Kom eens even hier. Kijk dan. Er zijn allemaal mensen aan het kijken naar jou. Hè? Dat ze mijn schouder ook kijkt. Dan gaat hij op mijn schoot zitten. Daar zit hij. Gewoon met zijn billen. Kijk. Op mijn schoot. Oh liefje. Zit je lekker op schoot. Dat is zo grappig. Het is dus een Stafford. Een Amerikaanse. 46 kilo. Gigantisch breed, groot. En dan denkt hij, is een chihuahua. En ik wil hem schoot. Hè? Hallo schat. Hey, heb je mij een beetje gemist, hè? Ik zie het aan je. Gaan we even plassen? Gaan we lekker naar buiten? Ga je lekker wandelen? Kom dan. Dan ga ik daarna aan de bak, jongens. Ik moet heel veel video's gaan editen. Oh. Luca komt later, want die gaat ook editen.
En als het goed is, gaat Ryan vanavond lekker koken. Ik ben nu net terug van wandelen en Ryan had heel lief croissantjes in de oven gedaan. Dus ik ga één croissantje ontbijten met servelaat en kaas in combinatie. En één croissantje met bosbessen. Sjem. Koud. Ik heb echt mijn auto op hoog, op high. Gewoon op zijn allerheetste. Dat wordt maar niet warmer. Anyway, het is nu inmiddels 3:00 in de middag. Ik heb eigenlijk vanmiddag alleen maar gewerkt op de computer. En ik haal nu Luca op Sloterdijk. En dan gaat hij ook editen. En zo koud. Ik heb trouwens wel een warme trui aan. Super nice. Met een of ander. Je zou denken tijger. Maar het is eigenlijk geen tijger. Het is zo'n soort van raar beest. Ik weet ook niet wat voor beest. Maar het lijkt op een beest. Wat op een tijger lijkt. Maar het is geen tijger. Wel weg liggen eigenlijk. Wat, dit kun je toch niet produceren, Laura? Echt serieus. Hoe durf je zo, naast me te pluppen? Luister, ik haal Luca net op het station. Hij stapt in en de hele auto raakt naar Frotte Ei. Kijk, dus ik stap in, hè. Gewoon, gewoon rustig. Ik kom uit de frisse lucht van buiten. En ik stap in de auto en direct naar Frotte Ei. Dus er is maar één persoon die dat geproduceerd kan hebben toen ik net nog niet zat. Een vrouw kan dat. En nu wil ze doen alsof ze dat niet kan. Jij kan dat heel makkelijk. Jij, jij hebt dus vanaf het moment dat je binnenstapt, liet je het gewoon los. Een soort van, oh, ik zit lekker in de warme auto. Yeah. Jawel. Dit ben jij. Maar is het weg nu? Ja. Ik vind het echt smerig. Maar godverdomme. Ik wil gewoon mij de schuld geven. Dit ben jij ook gewoon. Dat je durft te ontkennen hier is ook gewoon erg. Hou op. Is dat niet fashion als je door de Albert Heijn loopt met een mandje? Wat? Meneer gaat boodschappen halen. Omdat hij zegt dat we thuis nooit wat lekkers in huis hebben. Ga dan niet zeggen dat het niet zo is? Wat is dat? Ik weet het niet. Nee? Jij gaat het eten. Oké. Wat is dit echt? Wie van mijn kijkers kent dit? Het is blijkbaar iets wat alleen maar pubers kennen. Pubers? Ik ken dit ook omdat mijn moeder het me gaf. Pardon. Jezus, Luke. Laat die carrot cake gewoon vallen. Even serieus. Nee, maar we gaan terug dan hoor. Ik wil het nu proeven ook. Jezus. Laat die gewoon even serieus. Laat die gewoon zijn carrot cake vallen. Oh my god. Nee, dit gooi je weg. Gooi je in de prullenbak. Ik haal wel een nieuwe. Jezus. Oh, goed zo, jongen. Goed zo. Oh, gaat hij dat balletje pakken? Goed zo, Rox. De computers staan aan en we gaan aan het werk. Hey. Zie jij dat? Nee. Zo met deze moves. Wat is dit? Oh. Wat doet hij, hè, Rox? Je spoort niet. Luke, ga zitten en ga editen. Voordat het te laat wordt. Hallo, babytje. Meneer is ook terug van werk. Hallo, schat. En wat ben je aan het maken? Stamppot met... Spinazie, spekjes en worstjes. Mag ik daar alsjeblieft een hele lekkere, warmhartige, heerlijke, sabbelige, smeltende kus? Mmm, lekker. Ligt je een beetje in coma? Ze ligt op Luke's tas. Oh, stretch. Oh, zo schattig. Kijk hè. Een meisje. Lig je lekker? Oh, weet toch lief. Oh, goshie. Wat ben je toch lief. Lekker. Wat is er? Dankjewel voor het eten, schat. Zit je nou weer te slijmen? Dat is zo lekker. Zit je weer te slijmen, ja? Heerlijk. Ja? Mm. Zit je hoofd er goed op? Mm. Top, die voor mij nooit nodig. Maar maakt niet uit. Hé, daar ben ik nou. Ik ga snel verder editen, ik ben zo klaar. Zit je nou te slijmen, joh? Dag, babytje.
Je ziet, hè, liefde gaat door de maag, hè? Liefde gaat door de maag. Zie je die glimlach? Hey, Wiep. En Wiep denk je, dat zal wel. Hoi, het is 10 uur 's avonds. Hoi, dat is mijn Fred. Het is nog steeds 10 uur 's avonds. Ryan is Luca even op aan het halen met de auto, want die was tussendoor even gaan trainen. Ik heb mijn camera een beetje hoog, want... Hoi, dit is niet zo charmant. En hoi, dit is eigenlijk ook niet zo charmant, maar wel ietsje beter. Ik ben jullie eigenlijk vandaag nog helemaal wat vergeten te vertellen. Oh my god, en ik heb het vanmiddag op mijn blog. Heb ik een superleuke blogpost gemaakt over All Secure On Demand. Nou, wat is dat nou precies? I'm gonna show it to you. Ik zal sowieso de link in de beschrijving plaatsen. Dan kunnen jullie die blogpost van mij lezen. Daarin heb ik het helemaal duidelijk uitgelegd wat het precies is. Maar All Secure On Demand is pechhulp on demand. En ze hebben mij gevraagd of ik hier wat over kon vertellen aan jullie. Dus ik heb een artikel geschreven. Ik heb een paar weken geleden een leuke post op Instagram geplaatst. Waar ik ook ontzettend veel leuke reacties op heb gekregen. En vandaag wil ik het jullie ook nog even mondeling vertellen. Want wat nou het ding is, is... Zie je het? All Secure Pechhulp On Demand. Heb ik ook wat verschillende fotootjes geplaatst. En hier leg ik eigenlijk helemaal uit wat het precies is. Hey, Fred is 2222. Ah ja, ik krijg een beetje. 2222. Vet cool. En dus de link zal ik even in de beschrijving plaatsen. Dan kunnen jullie sowieso even alles lezen. Maar het ding is dus, het is een app. En ik heb hem hier ook. All Secure. En wat je dus kan doen, als je een keer langs de kant staat met pech op de weg, kun je gewoon met deze app hulp opvragen. Kijk, ik zat zat, want ik zeg echt met name zat, want ik heb mijn abonnement opgezegd. Ik betaalde gewoon jaarlijks een bedrag en dan was ik lid. En om heel eerlijk te zijn heb ik de afgelopen 4 jaar geen pech op de weg gehad. En nu ga je net zien dat ik volgende week pech op de weg heb, nu ik het zo zeg. Maar je weet wat ik bedoel. Ik heb gewoon echt jarenlang geen pech op de weg gehad. En ik betaalde wel ieder jaar. En nu heeft dus All Secure een app dat je dus on demand, dus als je een keer met pech op de weg staat langs de snelweg, dat je on demand gewoon je app kunt openen. Dat je gewoon kunt aangeven waar je bent. Maakt niet uit waar je bent. Over elke woonplaats komen ze je helpen. En je betaalt gewoon voor de ene keer dat ze je komen helpen. En hier zie je het ook goed. Ik draai wel even mijn camera om. Hier zie je dus dat starthulp €65 is. Reparatie kost €90. En als je auto moet vervoerd worden, €120. En dat is dan dus puur voor die ene keer. Het is niet zo dat je iedere week auto pech hebt natuurlijk. Het gebeurt echt zelden. En als het een keer gebeurt, is het natuurlijk super handig dat je het gewoon kunt opvragen op deze manier. Je kunt gewoon achteraf betalen. Met PIN is ook helemaal mogelijk. En je zit niet aan een jaar abonnement vast. Het is dus een onwijs goede tip die ik jullie wil meegeven. Want ja, je kan natuurlijk je abonnement behouden waar je jaarlijks voor betaalt. Maar waarom? Als je net als ik jarenlang geen autopech hebt, is dat gewoon weggegooid geld, vind ik. En heb je het een keer, oh my god, je opent je app, je drukt erop en je krijgt hulp. Dus dat is eigenlijk wel super tof. Ik zal de link in de beschrijving plaatsen, dan kunnen jullie het een en ander nog even lezen. En de mannen komen binnen. Ik zit net te vertellen over die nieuwe app, schat, over die All Secure app. On demand. Weet je wel, dat als je autopech hebt op de weg, dat je gewoon met die app kun je gewoon hulp opvragen. Zonder dat je een heel jaar abonnement hebt, weet je? Ja, tof. Super tof, toch? Het is natuurlijk wel een samenwerking met All Secure. Maar ik vind dit gewoon een hele gave, want het is gewoon een tip die ik jullie wil meegeven. En dat zal jullie ook gewoon heel veel centjes besparen, ieder jaar weer. Dus dan wil ik het graag doorgeven aan al mijn kijkers. Dat jullie het even weten. Het is gewoon een app die je gratis kunt downloaden. En je opent hem puur en alleen when you need it. Nou, wij zitten hier dus nu met z'n drieën. En straks met z'n vieren. En Luca gaat ook nog een vlog editen. Fred is bezig met de vlog. En Ryan is weet ik veel wat aan het doen. Ryan hangt er zomaar bij. Dus wij zitten hier nog wel even zeker een uur. En dan is het alweer voorbij. Alweer een nieuwe dag voorbij. Dan gaan we morgen weer verder met vloggen, jongens. Goedemorgen allemaal. Het is de volgende ochtend. Het is nu 7:30. Ik kom net de douche uit. Heb mijn haar gewassen. En ik ga de dag weer beginnen. Maar ik heb gisteravond eigenlijk de vlog weer helemaal vergeten af te sluiten. Nou ja, eigenlijk niet vergeten. Maar mijn batterij was leeg. En toen heb ik mijn batterij in de lader gedaan. En toen dacht ik, joh, ik doe dat morgenochtend wel. Ik wil jullie zoals altijd weer bedanken dat jullie hebben gekeken. Hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Zo ja, doe even een duim omhoog.
En ja, mocht je nog geen abonnee zijn, dan kun je op abonneren klikken. En dan blijf je op de hoogte van al mijn video's en dan krijg je daar een melding van. Gisteren was ik mijn statistieken aan het bekijken. En toen stond er dat er, voor mij was het 47% was geabonneerd. En 53% die kijkt als niet geabonneerd. Dus dat betekent dat meer dan de helft gewoon niet geabonneerd is. En als je dat ziet, dat is zo gek. Maar ja, heel veel mensen weten dat ook helemaal niet. Dus je kunt gewoon op abonneren klikken. En dan ben je gewoon abonneetje van mijn kanaal. Ik ga de dag beginnen. Het wordt een hele leuke dag. Maar dat zullen jullie in de volgende vlog zien. Ik ga mezelf nu eventjes fixen. Mijn haar feunen. En me opmaken. En ik zie jullie snel weer.